Hallo, dit is een kleine intro, want de uitgebreide video heb ik daarnet opgenomen. En dat is voor iemand, een tweelingvlam of iemand die gewoon in een zielsconnectie zit, maar die het gevoel heeft dat de connectie niet vooruit gaat, of dat ze niet kunnen zien hoe dat de connectie vooruit gaat. Het antwoord daarop, of het advies daarop, heb ik daarnet opgenomen. Ik vind het zo'n krachtige boodschap, waardoor dat ik ze niet gewoon zomaar op het internet ga gooien. Maar belangrijk is dat de mensen die er klaar voor zijn en die investeren in zichzelf, dat die de juiste informatie krijgen. Dus deze video is een onderdeel van de tweelingvlam supportgroep. Daar krijg je de informatie. Maar ik wou alvast toch hier al ook wat informatie geven. En gezien, ik gebruik een ander deck, maar ik krijg exact dezelfde boodschap. Het is belangrijk dat je helder bent over wat je wilt. Door jou te omringen in die kosmische liefde, in die onvoorwaardelijke liefde. En daarom is dus de tweelingvlam supportgroep zo krachtig. Omdat je daar samen bent met mensen die weten waar je doorheen gaat. Want ze gaan doorheen dezelfde exact, niet volledig exact, dezelfde situaties. Maar wel dezelfde emoties, dezelfde dynamiek van een tweelingvlam connectie of een diepe zielsconnectie. En het maakt zelfs niet uit of je weet of je een tweelingvlam bent of niet. Het gaat erover dat jij een relatie wil aantrekken met iemand die zichzelf ook waardeert, die zichzelf op waarde schat. Maar natuurlijk, zoals ik in vorige video's ook al gezegd heb, wanneer je iemand wil aantrekken die die waarde kent, dan gaat hij jou ook, op het matje roepen, of gaat hij ook toch terugspiegelen dat de situaties of waar dat jij jezelf nog klein houdt, of waar dat jij niet volledig in jouw ultieme krachtige energie stapt. En dus wanneer je gaat gaan manifesteren en dus die liefde, die diepe zielsconnectie met je tweelingvlam of met de soulmate, als je geen tweelingvlam bent of daar niet meer resoneert, dan gaat het erover dat je weet wie dat je bent. Dat je ook gedragen voelt in de connectie, wat dat heel vaak in het begin niet zal zijn. Maar dat je dan ook wel de mensen om je heen aantrekt, naar je toetrekt, om je heen verzamelt, die jou de wijsheid en inzichten kan brengen vanuit hun eigen ervaringen. Want het is daarin dat je helderheid gaat vinden voor je eigen pad. Dat je zelf die verbinding gaat kunnen maken met je hogere zelf. En die eenheid in jezelf gaat kunnen integreren, omarmen, belichamen. Zodanig dat je dan uiteindelijk, en wat zien we hier, dan die partner kan gaan aantrekken. Het is niet voor niets dat er hier weer een prins op het witte paard. Ik wil altijd de prins op het zwarte paard. Maar ja, kijk, het dek is wat het dek is. Maar dus, je ziet de regenboog, je ziet de pot van goud. Iedereen wil die pot van goud, maar niemand is bereid om de weg te doen. Of om de mijnen die op de weg nog liggen, om die te ontmijnen. Of om het risico te lopen om op een te stappen, om het zo te zeggen. Dus het is door het pad en om het geluk te vinden in al de kleine momentjes, ook die momenten waarop dat je jouw tweelingvlam graag een keer door elkaar zou willen schudden, dat je leert waar dat jij nog te veel in jouw ego zit. Dat je leert wat dat is om onvoorwaardelijke liefde te belichamen en te ontvangen. Om het van daaruit ook weer door te kunnen geven. Want dat is hetgeen die uiteindelijk dan alles brengt wat je wilt. Wat nu een wit paard is, of een man op een wit paard, of een man op een zwart paard, of een vrouw op een wit paard, of iets anders, maakt mij niet uit. Het gaat erover waar dat jouw goud ligt. Wanneer kan jij dat goud, wat is er nodig om met die persoon te veranderen, te transformeren, zodanig dat je inderdaad alles kan ontvangen wat je wilt. Die overvloed en abundance. En ik zag net 4-4. Driekwarter. Dus als je dat wilt en je zit inderdaad nu in een connectie waarin dat je niet ziet, of zelfs gewoon een situatie, daarom hoeft het niet over een relatie te gaan, maar in een situatie waarin je niet ziet hoe dat allemaal vooruit kan gaan, dan nodig ik je uit in de tweelingvlam supportgroep, want daarin staan de verborgen readingen, de verborgen video's in, waarin dat we nog diepere inzichten brengen, die diepere boodschappen brengen. En dan krijg je toegang tot alle verborgen readingen en kan je ook vragen stellen in de WhatsApp-groep. Ik zelf antwoord daarin, Sarah antwoord daarin en nog de deelnemers ook natuurlijk. En dat maakt het net zo superleuk en superkrachtig, omdat je dan niet het gevoel hebt dat je alleen bent. Want dat ben je ook niet. Voilà, ik ga het hierbij laten. Ik ga deze video's uploaden en dan zie ik je misschien straks in de WhatsApp-groep.